Mijn naam is Itske Kappert. Ik ben Physician Assistant op freelance basis sinds 2 jaar. Van origine ben ik vroeger opgeleid als verpleegkundige en als operatieassistent. Vervolgens ben ik opgeleid als Physician Assistant binnen de gynaecologie. Sinds 2 jaar werk ik als ZZP'er in 3 verschillende gebieden. De eerste plek waar ik werk is een anderhalve lijn centrum op het gebied van de gynaecologie. De tweede plek is een fertiliteitskliniek en ik werk ook nog in een huisartsenpraktijk. Ik ben gaan werken in de anderhalve lijnzorg omdat ik tijdens mijn werk in de tweede lijn er eigenlijk achter kwam dat heel veel van de taken die ik daar had, dat ik die ook wel uit zou kunnen voeren op een andere plek buiten het ziekenhuis. En ik ben dat toen gaan onderzoeken en erover na gaan denken en ook met verschillende mensen in contact gekomen die ook enthousiast waren over dat concept. De patiënten die ik zie bij mijn werk in de anderhalve lijnzorg, dat zijn patiënten die verwezen worden door de huisarts via zorgdomein met de volgende indicaties. Vrouwen met vragen over anticonceptie, het inbrengen van spiralen of het verwijderen van spiralen of de controle daarvan. Vrouwen met menstruatieklachten, vrouwen met buikpijn, vrouwen met verzakkingsklachten, eventueel in combinatie met incontinentie. Dat zijn eigenlijk de grote groepen die ik nu zie in de anderhalve lijn. En mogelijk dat die indicaties ook in de toekomst nog uitgebreid gaan worden. En zij hebben ook afspraken gemaakt met de Friesland Zorgverzekeraar om deze manier van zorg te vergoeden. Voor de patiënt betekent het dat de zorg die geleverd wordt eigenlijk van dezelfde kwaliteit is als de zorg in het ziekenhuis. Maar vaak wel op een kortere termijn kan plaatsvinden. En ook het voordeel voor de patiënt is dat ze hun eigen risico niet kwijt zijn. En ook merk ik dat de patiënt het prettig vindt dat het laagdrempelig is en persoonlijk de zorg die ik daar lever. Voor mezelf vind ik een groot voordeel dat de lijnen kort zijn, dat de organisatie klein is, dat er veel ruimte is voor nieuwe ideeën, voor het uitbreiden van indicaties. Wat we nu hebben bereikt is eigenlijk dat we nu gewoon een heel mooi lopend spreekuur hebben in Drachten. Waar we heel veel aanbod hebben van patiënten en waarbij het nu soepel loopt. En waarbij er ook ruimte is voor het uitbreiden van de indicaties. En we doen momenteel ook onderzoek naar de patiëntenvredenheid over deze manier van zorg. Er is al een eerste onderzoek geweest wat heeft geleid tot heel veel positieve reacties. En ook nu hoor ik toch heel veel positieve geluiden van patiënten. En ik denk dat we dat daarom doen.